20 minuten voor aanvang staan we hier bij Bonkwekerij Hoekert. Vandaag staat in het teken van Run for Joyce. En bij me staat Niels Visser, een van de initiatiefnemers van Run for Joyce. Goedemorgen Niels. Goedemorgen. Eindelijk de dag van de waarheid wat het evenement betreft. Je hebt er naartoe geleefd? Ja, we hebben er naartoe geleefd. Ik denk dat we een half jaar geleden echt begonnen zijn van wat gaan we doen. En dat is een lange tijd. Aan de andere kant, zoals vanmorgen, kwam ik mijn bed vroeg uit en denk ik, oh ja, het is inderdaad vandaag alweer. Goede voorbereiding gehad. Dat merken we nu ook. Alles loopt al goed. We hebben er erg veel zin in. Waarom Run for Joyce? Waarom het rondje rondom Bonkwekerij Hoekert? Ja. Run for Joyce. Dus een hardloopwedstrijd, sport gebruiken om aandacht te vragen voor de nood onder weeskinderen in China. Het is leuk als daar ook wat geld bij opgebracht wordt. Dus een loop organiseren. Ik moest ik een keer van A naar B op een boomkwekerij. En ik ging hardlopen. Toen was ik op het punt waar ik moest zijn. Toen dacht ik van, dit is nog wel eens een goed idee. We gaan een hardloopwedstrijd voor de kinderen in China organiseren op een boomkwekerij. Ja, en waar anders kan het beter dan hier bij Hoekert, waar ze gewoon de boel goed voor elkaar hebben. Alle paden zijn strak, overzichtelijk en alle planten zijn opgepot, 100 miljoenen. Dus dit is gewoon perfect. De stichting Joyce die verricht zijn werkzaamheden in China. Kun je wat vertellen over die stichting? Wat voor werkzaamheden doen ze daar? Ja, de stichting ondersteunt gewoon direct vrienden van mij in China. Dat is een echtpaar. Die zijn daar 10 jaar al werkzaam. Die vangen weeskinderen op met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. En in eerste instantie geven ze hen de basisbehoeftes. Liefde geven ze. Ze geven hun eten, drinken, medicijnen zorgen ze voor. En onderdak. En als ze dat niet doen, dan komen ze elders terecht. En dus de vraag hoe het met hen afloopt. Dus dat is in principe de basis wat zij doen. Je bent er zelf al een aantal keren geweest, dus je weet wel een beetje wat er speelt daar. Ja, zeker. Ik ben er 3 keer geweest. En je ziet toch ook elke keer hetzelfde, maar er zijn ook wel dingen die veranderen. Maar omdat het zo dichtbij ontstaat, is het voor ons gewoon makkelijk om het of we proberen te vertalen naar hier. Dat is eigenlijk ook een beetje het doel van het hele initiatief. Even bedankt en heel veel succes vandaag. Die we hier met z'n allen proberen te bereiken. Ik mag u wel complimenteren met het feit dat het hier een Oldenbroek gehouden mag worden hier. En dat het hier gehouden kan worden. En dat we in feite toch vanuit de gemeente, denk ik, spannend. Nog 10 seconden. En wethouder, als ik de hand opsteek, dan mag u, hè? Dat weet u. We gaan opletten. Oké. Kijk eens aan. En daar gaan we. Een uniek gebeuren. Een unieke start, mag je zeggen. Dit heb ik er nooit mee gemaakt. Ik ben al, ik denk, 25 jaar, 26 jaar speaker. Maar de klap op de grond heb ik wel gehoord opmaken. Die mevrouw met die tas, die moet een beetje aan de kant blijven. Want daar komt dan nummertje 1 al aan. En kijk even aan, dat is een man die had ingelopen. En kijk eens even naar 139. Vincent Derks uit Epen. Vincent Derks, die gaat vanaf Andaan de Nooier. En die 929, dat moet een Van Emmerichje zijn. Jim Van Emmerich, die is snel met 931. En die was ook deze dame. En kijk hier, het is toch een plaatje. Dat zo'n vrolijk dartpunt hier over de strijd komen. Merel Doornbos uit Stolz. Een snelste van de Veluwe in het verleden. Een man die ongelooflijk kon afzien. Maar die ook ongelooflijk snel was. Maar wat een mentaliteit in zich had. En dan hebben we Nina. Nina Visser. Ja, dat is de dochter van Simon. En wat mooi dat zij ook deel mag uitmaken. Dat is een uniek moment dat je hier mag staan voor de eerste Run for Joyce. Met de bedoeling natuurlijk die kinderen die het minder goed hebben dan wij hier, om die toch een beetje dat leven te vragen aan. Dank jullie wel. En laten we hopen dat we nog heel veel mooie momenten mogen hebben vandaag. Applaus voor deze mannen. En we zijn er helemaal klaar voor. Dries heeft dat ding helemaal professioneel vast. En Dries, jawel. Let op. Ja, Dries. Oké. Diep op de schaal gaan richten. Dries, dankjewel dat je dit wilt doen. En nogmaals, wat fijn dat we hier jou heen of meer mogen. Thank you.
Voor elkaar en haalt de zoon van Gerrit Wensing, degene die hem niet kennen, in de toelichting. Dat was een van de snelste atleten in de regio, een man met enorm veel ervaring. Run for Joyce. Dankjewel meiden. Blijf gezond en we zien elkaar hier wellicht een keer weer. Laat het vooral hopen dat dit mag uitgroeien tot een traditionele loop. Dankjewel. En dan hebben we mee een top atleet hier en applaus voor deze mannen. Nog één keer als drietal bij elkaar. Niels, wat een mooi veld heb je. En wat een herinnering aan deze eerste run. Dankjewel mannen. En laten we maar komen. Nu! En in China meten ze schaal 4 op de richter op de schaal van Richter. De klap is...